E-modules bieden voor mij een mooie manier om theoretische kennis te combineren met visuele onderdelen. Bovendien kunnen de studenten het in hun eigen tijd inplannen. E-modules stellen studenten in staat om op een interactieve manier bezig te zijn met de leerstof, wat het leren niet alleen leuker maakt, maar wat er bovendien voor zorgt dat de leerstof beter zal beklijven. Het is fijn voor mij om de E-module op een eigen gekozen moment en plaats te volgen en daarbij mijn eigen tempo te bepalen. Oefenen van de stof, vooral in de vorm van zelftesten, is heel belangrijk voor het leerproces. Door oefentoetsen te doen in TestVision krijgen de studenten ook feedback. Een van de voordelen van e-assessment vind ik het duidelijke overzicht van de nog te maken vragen en overgebleven tijd. Met digitale toetsen in Blackboard testen we de kennis al tussentijds, waardoor mijn studenten en ik, waar nodig, nog voor de eindtoets kunnen bijsturen. E-lectures helpen mij bij het voorbereiden van mijn tentamen. Ben ik iets vergeten, dan kan ik het gewoon terugzien. Ik vind het prettig dat ik thuis op mijn eigen tempo het college terug kan kijken, soms versneld en als het nodig is, dat ik het dan kan herhalen. Door de inzet van e-lectures in mijn onderwijs zijn studenten die later instromen in staat om eerder behandelde lesstof alsnog tot zich te nemen. Hierdoor haken studenten makkelijker aan. Door samen met de student te kijken naar eigen beelden, kan de student met behulp van mijn tips zijn communicatieve vaardigheden verbeteren. Videoreflectie is een mooie methode om te komen tot kwaliteitsverbetering. Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Videoreflectie stelde mijn supervisor in staat om op een natuurlijke manier op afstand mee te kijken met patiëntencontact. Ik ben zo enthousiast dat ik meewerk aan een app die videoreflectie op afstand makkelijker moet maken. Wanneer docenten hun onderwijs aanbieden in een e-simulatie bieden ze hun studenten de mogelijkheid om te oefenen met casuïstiek uit de praktijk in een veilige omgeving. De toegevoegde waarde van e-Solve is dat studenten feiten uit een college zich eigen kunnen maken door te spelen met een model en op die manier hun begrip kunnen verdiepen. E-simulaties slaan een brug tussen theorie en praktijk en deze werkvorm past goed in de digitale ontwikkelingen van het huidige onderwijs.